Vandaag in het Rijnmond Nieuws. Revolutionaire Dordtse uitvinding maakt asbest verwijderen sneller en veiliger. Door middel van een verneveling erop te zetten, maakt het mogelijk, zonder dat de vezels vrijkomen, dat je het kan verwijderen. Katendrecht zit niet te wachten op woningbouw in het water. Dat ook al moeten we er alles aan doen, wij gaan strijden tot de laatste snik. Hier geen woningen. En Dennis Kranenburg wandelt met Jandino Asporaat door zijn oude wijk. Mijn moeder woont er nog steeds. Dit is mijn ouderlijk huis. Hier is het allemaal begonnen. De raam staat open. Jij van het toilet. Morgen geregeld zon, tot de avond droog en maar liefst 19 graden. Straks meer. Bij een overval in Hoogvliet is op woensdagochtend een man zwaar gewond geraakt. De twee overvallers drongen deze woning binnen, staken de man neer en vluchten daarna weg. De buurt reageert geschrokken. Er kwam een schreeuwende man. Toen ben ik naar buiten gerend. Toen was hij onder bloed en toen hebben we gelijk 112 gebeld. En binnen no time kwam de politie, ambulance, en toen is hij weggevoerd. Ik heb wel gehoord dat mijn buurman slecht aan toe is. Dus dat vond ik wel erg voor. Het zat eraan te komen dat er iets zou gebeuren hier in de straat weer. Want er wordt volop gedeeld. En de achterpaden wordt er ook gerookt en gedaan. Heel erg, ja. Ja, het zat aan te komen dat er wat zou gebeuren. Hè? Want we hebben dan een achtertuin, hoe noemen ze dat zo? Denk je dat achterkant? Een perkie? Ja, helemaal. Van de kennis van, nou, dat is heel de dag druk heen en weer lopen. Het staat om in een paakjes alles te verkopen. Ja hoor, heel eng altijd. En zeg daar maar niks van, want dan krijg je een grote mond. Nooit gebeuren rare dingen hier in deze straat. Dus het is de eerste keer die we dat meemaken hier zo, weet je. Maar voelt u zich ook onveiliger door dit soort verschrikkelijke incidenten? De laatste tijd wel. Het speelt van het laatste jaar eigenlijk wel. Denk ik van deuren goed op slot en sleutel eruit. Ook van de achterdeur. Ik ga ook niet s'avonds meer zeg maar in de tuin iets weggooien. Ik bedoel, dit maak ik niet elke dag mee. Ik bedoel, ja, voor mijn kinderen is natuurlijk wel schrik. Vandaag ga je misschien morgen één van mijn kinderen, misschien wij. Geschokte reacties dus. Je kan wel stellen dat veel buurtbewoners zich een stuk onveiliger voelen in hun eigen straat. De politie is momenteel nog bezig met onderzoek en over de toestand van het slachtoffer is nog niets bekend. Ga voor de actuele stand van zaken naar Rijnmond.nl of kijk in de gratis Rijnmond app. Kunnen we? Ga de bal pakken. Ja, dat is lekker ravot in het water, hè? Heerlijk. Ja. Doen jullie dat vaak? Elke dag. 2 keer per dag. Even lekker zwemmen. In de Kralingse Plas? In de Kralingse Plas, absoluut. En zo zijn er meer baasjes die graag met hun viervoeter bij de Kralingse Plas komen. Alleen is dat binnenkort voorbij. Ja, dat is natuurlijk voor een golden retriever een totale ramp. Maar voor mij ook, want dit is het heerlijke wandelingetje van de dag. Ja, dan zullen we elders moeten gaan lopen. Dat is toch wel zonde. Voor mij was het een donderslag aan een heldere hemel. Ja, ik schrok heel erg. De gemeente Rotterdam wil het hondenstrand hier weg hebben als maatregel tegen de weligtierende blauwalgbacterie. Nou, zeggen we niet dat het blauwalg door de honden komt, maar het is wel een onderdeel waar de fosfaten vandaan komen. Blauwalg bestrijden prima, zeggen de hondenbezitters. Maar honden in het water hebben daar eigenlijk niets mee van doen. En ik denk dat als ze dit willen doorvoeren, dat er wel iets meer bewijs en onderzoek moet komen voordat ze dit soort beslissingen kunnen nemen om de honden te weren. Terwijl er zoveel andere dingen in de plas zitten die niet geweerd worden. Dus. Honden hebben enorm veel last van blauwalg en ze gaan er aan dood. Dus wat dat betreft is er geen hondenbezitter die zegt van nou wij vinden het, Henk kom eens hier. Wij vinden het plezierig als er blauwalg is. Maar maak alsjeblieft wel aannemelijk of de honden de oorzaak zijn van de blauwalg. Volgens de hondenliefhebbers en de hondenbaasjes is een heel klein onderdeel van dat probleem. Ja, het is ook echt een klein onderdeel, dat klopt. En we gaan alle onderdelen aanpakken. En dat is ook de hondenpoep. Dat is ook de hondenpoep die afstroomt met het slechte weer, zoals vandaag met de regen. Dan stroomt dat allemaal de plas in. Dat is ook van het hondenstrandje, maar ook van andere velden. Dus daar moeten we echt goed naar gaan kijken. VVD en Partij voor de Dieren vragen zich af of het verplaatsen van het hondenstrand wel nodig is. En willen daarover opheldering van de verantwoordelijk wethouder. De plas is voor iedereen. En Henk, kan hij een beetje actie voeren? Henk kan heel hard blaffen, maar er schijnt in Rotterdam een oude wet waar een boete op staat. Dat is echt zo. Er schijnt een boete te zijn op blaffen. Dus het is wel een protesthond, zeker. Ja,
Ja, de omstandigheden zijn prachtig voor Feyenoord. In de Zwitserse bergen, in de omgeving van Bern, waar Feyenoord gaat spelen tegen Young Boys. Feyenoord is met 20 man richting Zwitserland afgereisd. Dat deden ze woensdagochtend met het vliegtuig richting Basel. Dan nog even verder met de bus. En het belangrijkste nieuws wat betreft die selectie van Feyenoord is toch wel dat Rick Karsdorp en Nicolai Jurgensen in Rotterdam zijn achtergebleven. Zij worden gespaard. Een beetje uit voorzorg blijven ze aan de kant. Blijven ze in Nederland met oog ook op die wedstrijd van zondag natuurlijk. Wanneer Feyenoord op bezoek gaat bij Ajax. Feyenoord moet het eerst nog doen uit bij Young Boys in de wetenschap dat het ergens in dit Europa League seizoen ook uit punten zal moeten veroveren, wil het overwinteren. En een resultaat in Bern donderdagavond zou dan natuurlijk fantastisch zijn. In dit doosje zit de uitvinding van Edwin Buisman van Battery Spray in Dordrecht. Voor asbestverwijdering in woningen zijn geen dure isolatiemaatregelen en mannetjes in witte pakken meer nodig. Het hele idee is erachter dat we een mobiele lekbak hebben, dus de vloeistoffen opvangen omdat die de asbestdelen geraakt hebben. En door middel van een verneveling erop te zetten, maakt het mogelijk zonder dat de vezels vrijkomen, dat je het kan verwijderen. Wat kost me dat nou, deze uitvinding om, ja, en het mannetje en die doos die je eromheen zet? Extra werk is natuurlijk de doos eromheen bouwen en de investering van de doos zelf. Dan zal je over een paar honderd euro praten om zo'n toepassing te kunnen verwijderen in mijn belevingswereld. Dat is dik 10 keer zo goedkoop als dat het nu traditioneel zou moeten gebeuren. Dat klopt, ja. Met het eindresultaat dat asbest eerder weg is. Ja, want normaal zou mijn hele huis een beetje geïsoleerd moeten worden als ik een plaatje moet weghalen. In veel gevallen wel, ja. Ik zou zeggen deze uitvinding meteen morgen toe gaan passen. Waarom gebeurt dat niet? We moeten dit met goudmetingen moeten we dit aantonen dat het een veilige methodiek is. Maar dat weet je zeker dat het snel en veilig is. Hoe weet je dat trouwens? Omdat we dat in het verleden al bewezen hebben binnen de petrochemie. Dat kan ik ook daar laten zien. Ja, laat het zien dan. We zien hier een flenspakking. Dit is wat we een aantal jaren geleden aangetoond hebben met deze methodiek om dat veilig te kunnen doen. Dat houdt in het verleden zaten hier tenten, de hele romstom zat eromheen. En op dit moment kunnen ze met de bedappingstechniek kunnen ze dit verwijderen. Vangen we op en kopen efficiënte manier voor de industrie. En het water en het asbest wordt beneden opgevangen? Klopt. En dat kunnen we door middel van 5 micron filters kunnen we het weer filteren. En dan is het weg. Sneller, veiliger en veel goedkoper asbest verwijderen. Kan dus ook bij woningen. Het enige wat nog nodig is, zijn proefprojecten. De doosjes staan er al klaar voor. Geen woningen in de Rotterdamse Maashaven, maar gewoon ruimte houden voor binnenvaartschepen. Dat is wat je hier in Katendrecht hoort als het gaat om het plan van de Partij van de Arbeid in de Rotterdamse gemeenteraad om hier in de Maashaven een deel te dempen en daar dan woningen te bouwen. Desiree Langius woont al 10 jaar aan de Maashaven. Als dochter van een binnenvaartschipper was het een logische keuze om hier te gaan wonen. Ja, we zijn hier komen wonen voor de binnenvaart, voor het uitzicht. Omdat we daar connectie mee willen hebben. En we hebben echt al een aantal jaar geleden uitgesproken dat ook al moeten we er alles aan doen. Wij gaan strijden tot de laatste snik. Hier geen woningen. Hans Heesakker is binnenvaartschipper. Al meer dan 25 jaar komt hij in de Maashaven. En ook hij ziet niets in de bouwplannen. Zullen ze wel met een alternatief moeten komen waar wij dan heen moeten? Dan, er zijn geen alternatieven, voor zover als ik weet. Dit, als je gewoon een paar dagen niet wil hoeft te varen of niet hoeft te laden of te lossen, dan ben je gewoon aangewezen op de Maashaven. Daar zijn we ook super trots op, dat is een hartstikke goede locatie. De haven begint daar, stroomafwaarts. En daar is alles commercieel en vergeven aan bedrijven. Daar kunnen wij niet liggen, daar zijn ligplaatsen om te wachten voor 72 uur. Er is geen alternatief. Het is heel raar, vind ik dat. Ik ben op cursus geweest 2 weken geleden. Dan lig ik hier een week. Waar moet ik dan anders gaan liggen? Waar moet het schip anders liggen? Dat kan helemaal niet. Maar was de Maashaven eens een drukke binnenvaarthaven? Nu is dat heel anders. Het lijkt misschien dat er weinig schepen liggen. Er zijn heel veel legplaatsen weggehaald. Ik heb het idee dat dat wel een beetje veroorzaakt. Dat ze het idee hebben dat de haven niet meer zoveel gebruikt wordt. Ik kan foto's laten zien van 3-4 jaar geleden toen het beton er wel lag. Dat er toch echt wel een stuk meer schepen lagen. Er wordt eigenlijk al jarenlang gespeculeerd dat ze dat architectenbureaus plannen hebben met de Maashaven. Wat ontsteekt is voor het terreinhaven, daar mogen al 10 jaar geen schepen meer liggen. Maar daar is nog niets mee gebeurd. Entrepothaven is ook nog niets gebeurd. En wij vragen ons af, waarom moet dan hier al die appartementen komen, terwijl daar nog geen eens iets mee gebeurd is. Hoi, hoi. En ik, buurvrouw mijn moeder. Ja, buurvrouw. Hey. Zoveel energie heeft ze altijd, hè? Ja.
Aan het feesten. Aan het feest, aan het feest. Hij is comedian, acteur, zanger, heeft het Feyenoordstadion uitverkocht en heeft een boek geschreven, Jandino Asperaat. En we zijn in IJsselmonde. Waarom in IJsselmonde? Hier liggen mijn roots. Hier is het echt begonnen. Ik moet zeggen, IJsselmonde was toen wij kwamen, was het echt een beetje een dorp. Het waren allemaal mensen hier in de wijk die ons echt opvingen. Mijn beste vriend Marcel, met zijn moeder is de neef van tante Annie en Lene. Dat waren mensen bij wie ik altijd binnenkwam en eten. Daar begon het altijd mee. Bij August, zijn moeder Javaans, altijd zoutensoep eten. Het had altijd te maken met eten. Op een gegeven moment dan moet je gaan kiezen wat je later wil worden. En toen dacht je bij jezelf, binnenhuisarchitect is wel wat voor mij. Ja, dat wilde ik eigenlijk heel graag. Ik weet achteraf ook waarom. Waarom? Wij gingen altijd hier bij het stadion weg. Had je een meubelzaak. En elke keer als de folders kwamen, ging ik samen met mijn moeder uitknippen. En dan gingen we fantaseren wat voor kleur behang we gingen zetten. En hebben we natuurlijk nooit kunnen realiseren, want we hadden het geld gewoon niet. Maar gewoon die zoektocht naar een mooi huis heeft mij zo'n passie ontwikkeld voor iets moois willen maken eigenlijk, hè? Creëren. Ik heb onze woning helemaal zelf ingericht. Ja, weet je wat mijn vrouw doet? Ze pikte je ideeën gewoon. Nee, weet je wat mijn vrouw doet? Die gaat dus, ik richt het hele huis in. En dan gaat ze dan naar Zenos. En dan pleurt ze over van die kaarsjes. Zegt ze, ik heb het ingericht. Ja, sorry, maar het is gewoon, je hebt gewoon troep neergelegd overal. Maar Shirley en ik hebben elkaar ontmoet in de park hierachter, Lagerhagen. Daar hebben we elkaar ontmoet. Nou, ik ben gewoon met haar gaan praten. En we werden gewoon bevriend en uiteindelijk kregen we verkering. Ja, het is heel makkelijk gegaan. En ik leefde bij de dag en opeens was het een jaar en toen was het 3 jaar. Dan opeens heb je 10 jaar relatie eigenlijk. En dan is het zonde om het af te breken en dan heb je opeens 15 jaar. En dan heb je opeens kinderen en dan ga je ook helemaal niet meer weg. En dan opeens ben je getrouwd. In gemeenschap van goederen, ja, probeer dan maar weg te gaan. Ja. Ben je de helft kwijt, ja. dan is het klaar. Heel romantisch maak ik het nu, hè. Oh ja, tuurlijk. Gooi ons maar op de foto. Je moet gewoon dingen gewoon besluiten. En moet je het gewoon gaan doen. En ik keek gewoon naar allemaal voorbeelden. En die hebben op een gegeven moment ook gewoon een keuze gemaakt. Je moet wel discipline hebben en gewoon gaan doen. En wij twijfelen soms zoveel. Wij blijven twijfelen, maar wat nou als het misgaat en dit en dat en dat en dit en dat. Maar wat nou als het wel lukt? Nou, gewoon gaan doen. Dan ben ik kijk zo op. Hey, Riep. Ja, hier ben ik groot geworden. Ik heb tegen deze garages heel veel ballen getrapt. Dit is mijn ouderlijk huis. Hier is het allemaal begonnen. Je kon in de straat spelen vroeger. Tot heel laat kon je in de straat spelen. Je was veilig. Maar ja, we hadden natuurlijk, ik weet niet wat met deze de hele space auto. Nee, maar het was veilig. Dus in de straat, iedereen kwam ons in de straat spelen. Elke keer als ik hier ben, denk ik, oh ja, vroeger was alles nog zo gewoon. Vroeger. Ik vond het heel moeilijk, hè, toen ik jong was. Omdat ik op het groeien zonder een vader. Ik heb natuurlijk een periode gehad waarbij ik dacht, ja, ik heb hem helemaal niet nodig. Daarna kwam ik in een periode waarbij ik heel boos was. Ontzettend boos. En toen daarna heel veel verdriet. Omdat je erachter komt van, nou, ik heb het namelijk wel gemist. En daarna komt er rust. Dat je denkt van, nou, weet je, ik ben eigenlijk een hartstikke leuk jongetje geweest. Ik zou een hele leuke zoon zijn. Ik had je heel trots gemaakt. Je hebt gemist, niet ik, want ik ben uiteindelijk goed terechtgekomen. En ik denk dat het door mijn eigen zoontje was dat wij uiteindelijk weer contact hadden. Met mijn zoontje dacht iets van, ik wil met opa, ik wil opa zien. En dan dacht ik heb hem namelijk nog nooit de kans gegeven om zijn verhaal uit te leggen. Toen ben ik naar hem gaan luisteren en dacht ik, weet je, je hebt zelf ook een vader gemist. Je hebt niet de juiste keuzes gemaakt, maar dat is dus jouw keuze geweest. En dat heb je gemaakt met de informatie die je zelf had. Ik heb het kunnen vergeven en een plek kunnen geven. En nu is het oké, nu is hij een goede opa en dan komt eigenlijk alles goed. Maar het was wel even een proces. Ik heb altijd dingen heel positief bekeken. Dat was niet altijd goed, omdat ik dan uiteindelijk niet heb gedeeld met de pijn. Maar nu zie ik de pijn, ik laat het toe. En ik laat het ook weer los. We gaan het niet vasthouden. Daar heb ik gewoon niet zoveel aan. Dus daar laat ik ook gewoon los. Tot zover het Rijnmond Nieuws. Zometeen Ed Aldis met het weer. En daarna Anton Slotboom en ik die je vertellen wat er te beleven valt in het weekend. In de to-do uitgaanstips. Tot snel. Dit was het Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op Rijnmond.nl en op onze app.